Dit zijn beelden van de dag na de grote brand in Boskoop. Bij daglicht is goed te zien hoe grote schade is aan de woning aan het Rijnenveld. Het huis moet als verloren worden beschouwd, dat hebben brandweer en politie inmiddels bekendgemaakt. Ook de naastgelegen schuren zijn onherstelbaar verwoest. In een van de schuren is de brand ook ontstaan, maar hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De bewoner van het huis raakte zwaar gewond bij de brand en is door brandweerlieden uit het gebouw gered. De boskoper is met brandwonden opgenomen in het ziekenhuis. Ook zou hij rook hebben geïnhaleerd. De hond van de bewoner is ook gered door de brandweer en ondergebracht bij buurtbewoners. Bij de grote brand is woensdagavond asbest vrijgekomen. De asbestdeeltjes zaten in het dak van de schuurtjes die zijn afgebrand. Mede doordat het niet hard waaide is de asbest op het terrein gebleven en niet overgewaaid naar andere woningen. Daarom hoeven er geen maatregelen getroffen te worden voor de omgeving.